Ik ben Nicolas Dikkers. Echt? Nee. Ik moe man, sexy. Ik wacht even. Ja. Ik heb tijd. Beste gamers, welkom bij Studio Game Nuts. Hey. Wow, dat was gay. Dat is iets te. Beste gamers, ik ben Fred Molnar. Michel, bien fait. Van een naam, man. Dat is toch cool, man? Welkom bij Studio Game Nuts. Hey. Het enige... Ja, nee, niet het enige, want er zijn veel gameprogramma's. Is dat? Er zijn er toch veel? Niet zo cool als dit. We hebben weer gezorgd voor een overvolle, vette, dope uitzending. Met er straks, net voor de onderbreking, een heel belangrijke waarschuwing. Ja. Ja, zo. Heel belangrijk. Zeggen, man. Maar we zitten Metal Gear Solid 5. Ja. Ziet er bangelijk uit. Ziet er heel cool uit. Ja, en een bespreking van Army of Two. En we zijn de publisher, de developer gaan opzoeken in Engeland. Ja. Maar nu eerst. En we bespreken ook eigenlijk nog Injustice. Oh, vet. Even kort. Dope game. Ja, even heel kort. Bon. Wat heb jij deze week gegamed? Ik ben nog altijd bezig met Bioshock. Hoe ver zit je nu al? Ik denk 80%. Oh, nogal. Denk ik. Alleen dat was 50. Vorige keer was 50. Nu 80. Ik ga er deze week mee beginnen. Dat is echt cool, man. Ik heb deze week niet zo heel veel. Ik game wel heel veel, maar ik ben. Nou, ik durf het nou niet te zeggen. Eigenlijk heb ik alleen maar Simpsons Stepped Out gespeeld. Welke level zit ondertussen? 27. Want en, de level cap is toch verhoogd, of niet? Ja, van 26 toen ik er bijna was, naar 27. En nu ben ik net aan 27 begonnen sinds gisteravond. Volgens mij volgen die u. Ik denk het ook. Hij is er bekend. Level cap verhogen. En nu moet ik nog 117.000 XP aan. Dat is echt veel. Er is een nieuwe tech demo van de PlayStation 4 uitgekomen met de Unreal Engine. En dat is echt, als dat PlayStation 4 is, dan koop ik er twee.
lang... Nee, nog niet zo lang geleden. Maar het is precies een sprookje. Ja, dat wordt ook een sprookje. Zijn we met de trein in Brussel vertrokken naar Londen. Mm-hmm. Voor de EA Showcase 2013, maar het was in 2012 zeker. Ja, en, alle nieuwe games van EA werden daar getoond. En één die sprongen daar voor mij uit. Wille. Army of Two. Dat gaan we ook nu, mooi brusje, gaan we bespreken. Cool. Want het is eindelijk uit. We hebben het. Mm-hmm. We hebben het goed gespeeld. Jij toch? Ja. En ik blijf het cool vinden. Maar zo online, ja, zijn er eigenlijk wel negatieve vibes, vind ik. Ik heb ook gehoord dat er heel veel bugs in zitten, man. Ja, ja, maar... Invisible walls, wapens dat verdwijnen. Soms dat je een deur door moet met twee. Dat zo'n een cutscene is. En dat je maar niet wilt starten totdat je alle twee op het juiste plekje staat. Zo moeilijk, man. Zo, maar dat maakt niet uit. Ik blijf het gewoon een redelijk goed spel. Okay. Dus, het is een ongelooflijk snelle actie. Coole wapens en dan vooral de dialogen vind ik ontzettend altijd cool. Grappig. Ik blijf die grappig vinden. En ik blijf het gewoon, met sommige shooter games kunnen zo het gevoel hebben van ja, dat ligt niet lekker. En eerlijk, ik heb dat zo'n beetje nu met Gears of War. Ja. Heb ik het zo wat naast mij neergelegd. De gameplay sprak mij tenminste niet aan. En bij dit vind ik dat zo lekker. Call of Duty, dat klopt ook. De gameplay zit dus eigenlijk wel goed. Absoluut. Cool. En dan vooral de levels, man. Die levels zijn zo de juiste kleurintensiteit en je kunt alles kapot knallen. Ja, want echt alles, hè. Want waar het eigenlijk over gaat, is dat je met twee mensen tegelijk eigenlijk kunt spelen. Ja, als je het alleen speelt. Ja. En ook als je geen vriend hebt, natuurlijk. Ja, de loners onder ons. Ja. Ja. Die spelen dan met een computergestuurde teammate. Ja, en die, moet ik wel eerlijk zeggen, die kan soms wel wat hakketak achterop lopen. Of lijkt fouten. Ja, maar ik denk niet dat er ooit een spel geweest is waar dat perfect was. Mm-hmm. Perfect kan dat nooit zijn. Nee, voilà. Maar de bedoeling is wel dat je Army of Two speelt met uw maat, via naast u of via het worldwide internet. Mm-hmm. En dat zorgt wel voor een heel coole dimensie. Interactie. Cool. Ik herinner mij nog Up. Kent je dat spelletje van Disney? Is dat niet een film? Ja, dat is een film. En Disney heeft daar een spel van gemaakt. En dat is voor mij de allerbeste co-op game dat ik ooit gespeeld maar heb. Ik heb echt zoveel spijt dat ik die game gemist heb. Hey, how you doing? My name is Greg Rizzer. I'm a producer at Visceral Games. Currently working on Army of Two, The Devil's Cartel. And you're watching Game Nuts. Maybe you didn't get the message. This is my Mexico, amigos. Stay away! The cartel turned the city into a battleground. We thought we were ready. We were outmatched. A gun. Army of Two, The Devil's Cartel, the story, we're really trying to focus on kind of write kind of like a stronger story than the previous Army, the Army games. So this one's going to be actually dealing with a Mexican drug cartel, the two operations they've been hired to go down and protect a political leader down in Mexico. And so that's kind of like the extent of the story. So, you know, it's kind of ripped from the headlines, and we think that that's a good backdrop to kind of tell a new story for the two organizations. But what we're trying to do in this installment, in addition to, you know, the strong cooperative gameplay, we are really trying to feature, as I mentioned, a stronger story. We've introduced two new characters, Alpha and Bravo. How they came into the organization is kind of a new exciting story, but also what they're going to be doing in this game versus the other Army of Twos. We're obviously taking the cooperative mechanics, but we're expanding on it a little bit. In addition to that, we're going to be doing what we call split moments. You know, one of the things that we realized is that cooperative gameplay doesn't always need to be the two guys right next to each other the two times. So whether it was the demo we showed at GamesCon or the demo that we're showing here today, we're actually showing moments when the players are actually apart from each other and then work their way back together. So cooperative necessarily sometimes isn't always being right next to each other. It's about doing things separately and then coming together. Kijk, van die gast, daar word ik toch happy van.
Dat is wel een beetje een rare, of niet? Ik denk die iets gepakt had. Dat was echt heel raar om te kijken, ja, vond ik. Maar het was wel echt een coole gast. We hebben nog lang nagebabbeld en gevoeld ook die gast. Die is super trots op zijn spel. Bon, mijn punten voor Army of Two. Gemiddeld, hoeveel krijgt het online? Wat ik heb gevonden was dat het ongeveer 65 kreeg. Ik vind dat echt te weinig. Ja? Ik vind dat echt te weinig. Dus op de Frank Molnar schaal? Ja. Op 100 ook? Tuurlijk op 100. 78. Maar dat is er wel ver en boven. Ja. 78? 78. Cool. Voilà, bij deze. The cartel turned the city into a battleground. We thought we were ready. We were outmatched. A gun. It all fell apart. Better do your research. Last 2 days murdering TWO. I'm gonna fucking kill this guy. Is het naar de cinema geweest? Ja, de zondag was het avant-première van de film waar ik op voorhand zei van, gaat daar niet naartoe? Ja, die film? Ik dacht, ik ga het toch doen. Mm-hmm. Want ik hou wel af en toe van zo een coole actiefilm. Niet te veel, oh my god, dat is vreselijk. Om niet te veel te moeten nadenken, popcorn erbij, ja, mag ik nu niet meer, maar bon, je snapt het plaatje. Mm-hmm. Ontspannen, een actiefilm kijken. En er zo, en dan geweten, daar zit geen verhaal in, maakt ook niet uit. Maar die zijn meestal nog wel oké. Dus wat zij er gaan zien? G.I. Joe. De tweede. En waar heb ik gezegd? Niet doen. En ik wil dus bij deze iedereen waarschuwen. Denk, na Battleship is dit voor mij de aller slechtste film ooit. Maar hij is beter dan Battleship? Echt zo. Of is het bij benadering? Nee, Battleship was gewoon belachelijk. Okay. Dit is gewoon echt een slechte film. Van na 5 minuten heb je het gehad gewoon. En ik die dacht dat The Rock echt een supercoole, goede acteur was. Want die was ook heel goed. Die had daar zeker een Oscar voor krijgen. We have to assume that there's no one we can trust. There is one man. He's the reason we call ourselves Joes. Take 2 cases of Thin Mints and a box of Chocolux. Maar het verhaal is gewoon belachelijk. Alle dialogen zijn belachelijk. Wat een verrassing. De effecten vind ik zelfs belachelijk. Ik vind het gewoon echt een hele belachelijke, stoere film. En ik wil dat gewoon meegeven met jullie. Spaar dat je... Weet je wat ik betaald heb voor 4 tickets, man? 40 euro. 48 euro. Echt? Dus een 3D, hè? Oh, je dacht dat je VIP-ticketten had gekocht? Nee, zot. Nee, gewoon online. Dus de conclusie is dat we niet naar G.I. Joe moeten gaan. Dat is dus hetgeen dat ik vorige week al had gezegd. Oh, wat zo slecht, man. Bon, na de onderbreking zijn we terug met onder andere Metal Gear Solid 5. God, en natuurlijk weer het hoogtepunt van de uitzending, de oude retro commercial. Nog geen tipje van de sluier? Nee. Spijtig. It's a joy, hoy! Joy! 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 Oh! Oh! Oh!
Wanted. Rated everyone 10 and up. Welkom terug. In het tweede deel van Game Nuts. En er zijn weer massa's trailers uitgekomen, dude. Massa's trailers. Jij hebt me van de week kunnen laten zien. Oh, cool. Ik was echt in een nostalgische baan. Ja, ja, dat is een spel. Toch de oude gamers onder ons hebben dat gewoon moeten spelen. DuckTales. Amai, dat was zo cool op de Nintendo. Dat was echt cool. Dat was een van de coolste games. En ze hebben dat opnieuw uitgebracht. Prachtig. Volledig opgepoetst. En het ziet er nog altijd heel cool uit. Enjoy. Life is like a hurricane here in Duckburg. Race cars, lasers, aeroplanes. It's a duck blur. Might solve a mystery or rewrite history. DuckTales, woo. Every day they're out there making DuckTales, woo. Tales of daring, do bad and good luck tales, woo. Danger, watch behind you. There's a stranger out to find you. What to do? Just grab up to some DuckTales, woo. Every day they're out there making DuckTales, woo. Tales of daring, do bad and good luck tales, woo. Not pony tales or cotton tales, no DuckTales, woo. Doet er eens... Ik hoor grappig beginnen. Ik zeg, hij heeft zijn vuile boef. Te vuile boef. Want, Bruggeske, er is een nieuwe trailer van Thief. Ja. Dat is ook voor de oldschool gamers onder ons. Ik weet niet wie dat nog allemaal gegamed heeft, maar dat was echt cool. Ja, dat was revolutionair gewoon. Ze zitten een beetje bij het nadeel dat het te veel vergeleken wordt met Dishonored. Ja. Maar het is alles behalve. Het gaat niet over de kills, het gaat meer over het stelen, hens. Thief, weet je wel. Dit is een trailer. There are those that believe the perfect heist lies in the preparation. Some say that it's all in the timing, seizing the right opportunity. Others even say it's the ability to leave no trace behind, be a ghost. For me, it's simple. It's a way of life. Daylight. Ja, Daylight. Een nieuwe game. Had ik dat laten zien? Ja, voilà. Ik kwam dan ergens op een of andere rare, bizarre site tegen. Ondertussen is dat ondertussen uitgestreken naar alle gamesites. En het valt op, hè. Dat was weer eerst. Ja, sowieso. Het ziet er heel spooky en creepy heel uit. Heel spooky. Hè? Ik voelde me niet goed in mijn vel nadat ik het gezien had. Hello? Anybody there? Er ook weer een nieuwe fighting game uit. Injustice, 15 april. Ik kan bijna niet wachten. Echt? Maar er gaat toch niks boven Tekken? Nee man, Tekken. Ook wel cool, hè? Ah. Ook wel cool. Maar Mortal Kombat,
De laatste? Vind ik geen goeie. Nee? Man. De laatste dat ze hebben uitgebracht. Topper, de beste van de reeks. Bekroond met zeer veel prijzen als beste fighter ever. Als Tekken-fan ga ik niet vreemd, de gast. Ah, Oké, ik speel gewoon wat al. Wat dit cool maakt, er is één heel item cool aan Injustice. Batman zit erin. I'm Batman. Wow. Heerlijk. En niet enkel Batman, er zitten wel meerdere superhelden in, zoals, ik heb het hier even opstaan, Aquaman, Bane. Wie wil er Batman niet tegen Bane zien vechten? Ja. Catwoman, Doomsday, The Flash, The Joker. Niet enkel Batman, het is de Green Lantern ook, Harley Quinn. En ga zo verder. Het bouwt gewoon verder op de Mortal Kombat engine. Ja. En ja, het is een beat'em up. Is dat ook zo snel? Het is heel snel, het ziet er toch wel vrij snel uit. En het coole hieraan is dat alles interactief is. Dus stel, wij staan te vechten. Ja. Jij bent Batman. Uiteraard. Ik ben Nightwing. Uiteraard. We beginnen te vechten, we staan naast een geparkeerde auto. Elk karakter kan iets doen met die auto dat uniek is aan dat karakter. Klaksoneren. Ja, dus pak dat jij een Hulk bent, ja. Dan pakt hij de auto op. En slaat je die op mij. Oké, cool. Maar stel dat jij Batman bent, ja. Dan gooi je er misschien een granaat tegen, zodat die auto ontploft, zodat ik damage neem van een... Dat is echt cool gedaan. En zo vet. Zitten die levels bomvol met interactieve dingen. Cool. Hoeveel karakters zijn er? Er zijn 24 karakters in de game. En die hebben dus allemaal unieke dingen, zoals ik al gezegd had, hè, man. Ik weet niet of ik aan het opletten zijn. Het ziet er gewoon gelikt uit, weet je. Ja. De graphics zijn echt top. Denk dat we... Zowat de laatste leefspannen van de PlayStation en de Xbox aan het meemaken zijn. Persen er alles uit. Persen er alles uit. Het ziet er top uit. Cool. Doet er dan heel belangrijk aan die games als het verhaal? Man, dat is zo uitgebreid om over te beginnen. Echt? Ja, dat is iets te zelfs. Kort? Nee. Kort? Ja, begin. Dus er zijn pakt 125 chapters of zo in, waarbij dat je zelfs met de kat van Catwoman moet spelen. Go figure. En Superman. Tof, man. Lex Luthor. Echt een keikoel verhaal. Ontvoerd aan de... Ja. Benoemd, hè? Zeker lang genoeg uitgelegd. Dank u. Wanneer komt het uit? 15 april zou het in de winkel rekken moeten liggen. Netjes. Ik ga het daar laten liggen. This isn't what we signed up for. I let myself believe we were making things better. But we're not. Man's aggression cannot be tempered, only quelled. We are here to save mankind. So many lives lost because I held back. No good comes from hero worship. We have hidden in the shadows long enough. We must stand up to this regime once and for all. Let's say we have one last dance. Don't you die on me, dammit! Heap is dropping! Intubate, now! Cardiac arrest, he's in VFib! Clear! Hit him again. Not your kind of people. Clear! You seem kind of phony. Everything's a lie. How's he doing? Well, he's stabilized, but it took too long. People. He's in a coma. Something in your makeup. What about him?
a coma for quite some time. Yes, yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been 9 years. Uitzending van GameNuts zit er helaas pindakaas op. Twitter mol naar Frank. Maar ze eerlijk. Twitter mol naar Frank. Hoe cool zag Twitter Metal Gear eruit, man. Ja, toch tof. Dat zag je echt top uit. En ik ben wel een fan. Absoluut. En wil je alles weten van Metal Gear Solid? Dan moet je tweeten naar @_cellen. Of mol naar Frank. Voilà. Hey, dude. Dit was hem. Het is een retro commercial. Ja, voilà, niet vergeten. Ik wil hem zien deze week, want ik vond hem vorige week echt top. Voilà. Enjoy. Tot volgende week. Power! Power! Now! You are playing with power! Punch Out by Nintendo. Play with power! 11 world-class contenders. Take them down with your controller, beat them all, and you've got a shot at Tyson's title. Power! Power! But for that, you've got to beat Mike Tyson. Mike Tyson's Punch Out from Nintendo. Now you're playing with power.